Vandaag bij mij aan tafel veel ambitie en talent op vele terreinen. Oud-minister Marja van Bijsterveld is de nieuwe burgemeester van Delft. April Darby zingt de sterren van de hemel in de musical The Bodyguard. En cabaret-talent Aaron Elstak is hier. U kijkt naar Frits. Dag dames en heren, welkom bij de wekelijkse talkshow van Omroep West en NH over politiek, ondernemerschap, kunst en cultuur en entertainment en sport. Kortom, welkom bij Frits. Ze startte al op jonge leeftijd in de showbiz. Als 8-jarig meisje nam ze zang, dans en acteerlessen. Dat ze goed is bewezen in de hitmusical Sister Act en nu schittert ze in de musical The Bodyguard. April Darby, welkom. Ja, dankjewel. Fantastisch. Nou, dankjewel. En dan zo mooi omhoog. Ja. En dan het is een heel mooi moment uit de musical. Ja. Ja. Is dit ook een droomrol? Nou, ik ben een paar jaar geleden naar West End geweest. Daar heb ik de Bodyguard gezien. Dat was een totaal andere versie dan deze versie. Wij hebben er echt onze eigen ding van gemaakt, laat ik het zo zeggen. En toen ik daar naar het stuk keek, dacht ik, oh, wat is dit mooi, wat is dit fantastisch. Ik was er met eentje naartoe gegaan en ik moest alleen maar huilen de hele tijd. Dacht ik, oh, dat lijkt me wel te gek als dit naar Nederland komt, maar dat gebeurt vast niet. Nou, en toen een jaar later gebeurde het. Dacht ik, oh, dat lijkt me wel heel gaaf. En wat is er dan zo gaaf? Nou ja, de muziek. Ja. De muziek. Ja. Ja, Whitney Houston, dat is gewoon geweldig. Er is voor mij nog nooit een betere zangeres geweest dan Whitney. Ik heb ook nog niemand gehoord die haar heeft kunnen evenaren. Zij is zo'n bijzonder persoon. Ja, en die muziek is, dat is gewoon te gek. En dat mag je dan allemaal zingen. Ja, ja, geen druk. Mijn tweede gast behaalde in 2013 zijn debuut keurig kloten de halve finale van Kamaretten. De jury roemde vooral zijn timing en originele teksten. En nu staat hij in het theater met zijn nieuwe voorstelling Met de moed der wanhoop, waarin hij op zoek gaat naar zijn helden. En dan kijk ik daar bijvoorbeeld naar en dan denk ik, waar is Mies? Mies Bouwman, een van de 8. Mies, van licht uit, spot aan. Ik zou heus wel, ik wil heus wel heldhaftig zijn en zo en stoer. En dan wil ik heus wel met schilden en zwaarden en in de strijd en op een paard en zo. Dat zou ik allemaal heel graag willen, maar dan niet fysiek. Ik wil echt best wel de wereld redden, maar niet in de regen. Ja, welkom. Dankjewel. Dit was uit jouw show zoals die vorig jaar nog was, hè? Ja, want toen ging je wat meer op zoek naar je helden. Was Mies echt een held? Mies Bouwman is wel een van mijn helden. Ja, ik had het idee om de voorstelling te bouwen rondom mijn persoonlijke helden uit het vak, maar ook sowieso uit de wereld. En Mies was daar één van. En dat idee is dus inmiddels een beetje veranderd. Ja. Dit was een fragment inderdaad van vorig jaar. Want je gaat niet meer op zoek naar Mies? Nee. Ik heb het omgegooid. Dus het is nu een voorstelling geworden waarin ik allerlei situaties schets waarin ik terechtkom, waarvan ik denk, hoe dan? Allemaal van die situaties dat je denkt, hoe dan? En dat is zo één voorstelling geworden. Okay. Nou, willen we straks natuurlijk alles over weten. En mijn derde gast was van 2010 tot 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Rutte 1. Eerder was ze al staatssecretaris op hetzelfde departement. En ze heeft sowieso een hele carrière. CDA-voorzitter, burgemeester van Schipluiden, wethouder en gemeenteraadslid in Almere. En nu is ze dus de nieuwe burgemeester van Delft. Ik ben heel blij. Ik bedoel, de afgelopen 3 maanden bouwde het een beetje op naar die dag van vandaag. En het is gewoon fantastisch dat het nu zover is. Ja, Marja van Bijsterveld. Welkom ook natuurlijk. Iets meer dan een maand nu de nieuwe burgemeester van Delft. Bevalt het al?
Ja, buitengewoon. Ja, Delft is echt een geweldige stad. En ik leer nu de stad natuurlijk steeds meer kennen. De mensen, de organisaties, ondernemers. En het is een bruisende stad met enorm veel energie. En heel veel initiatief. Dus ja, ik geniet echt elke dag. Het is heel hard werken, dat wel. Maar ik krijg er ook veel energie van. En je zegt, ik leer de stad steeds beter kennen. Maar je had ook al iets met Delft, hè? Zeker. Als Schip Luidenaar is Delft toch wel de stad. Ja, Schip Luidenaar, dat is waar je nu nog woont. Ja, dat is waar ik nu woon. Ik fiets ook nog steeds heen en weer naar Delft. Of met de bus, maar het liefst met de fiets. En ik kwam gewoon al heel vaak in Delft om lekker uit eten te gaan. Want ik was altijd heel druk. Dus uit eten was altijd wel mijn ontspanning in de periode dat ik bewindspersoon was bij OCW. En het was toch wel Delft, ja. Ja, nou, dat die ambitie er al vroeg in zat, dat hebben we ook aan iemand anders gevraagd, namelijk meneer Van Bijsterveld. Die vertelde... die vertelde tegen Omroep West daar het volgende over. Toen mijn vrouw 18 jaar geleden Hein van Oorschot toesprak als nieuwe burgemeester van Delft, kwam ze thuis en zei, nou, het zou zo mooi zijn om ooit nog burgemeester van Delft te worden. Dat zei ze. Dat is een ambitie, dat is een droom en vervolgens leg je hem neer en je gaat door met je, nou ja, met je carrière. En als dan uiteindelijk een klein 20 jaar later toch nog dat invulling krijgt, ja weet je, dat kun je van dromen. Ja, hij zegt zelfs toch nog, alsof de droom al bijna... Hij kan uitgedaagd worden, hè? Dus tijd gaat gewoon door. Ja. En, maar wat is dat dan met die stad? Kijk, ik hou van het lokaal bestuur. Ik vind het heel erg leuk om gewoon dicht bij mensen te besturen. Een minister en staatssecretaris was ook allemaal prima. En het werk in de Kamer, leuk. Maar ik vind het toch heel erg leuk om gewoon dicht bij mensen te zijn. En dat is met lokaal bestuur. En ik heb het in een dorp gedaan. En het leek me ook heel leuk om ooit het ook in een stad te doen. Maar ik heb niet zo heel erg veel met groot. Ik heb vooral veel met de menselijke maat. En in Delft heb je en een stad. Maar het is ook een omvang waar mensen elkaar nog kennen. En ja, dat maakt het gewoon heel leuk. Ja. Ga je nu dan ook verhuizen naar Delft? Ja, zeker. Ik ben volop aan het kijken naar een huis. Ik wil het liefst naar het centrum van Delft. Het is nog niet eenvoudig. Maar dan verhuil je dus uiteindelijk... wel het groene van Schip Luiden. Ja, dat klopt. Ja. Voor iets stads. Ja, ik verruil Midden-Delfland voor Delft. Maar je moet toch rekenen, Midden-Delfland hoort eigenlijk bij Delft. Hè? Dat is zeg maar de mooie stadstuin van de metropoolregio. Ik denk dat ik nog heel veel zal fietsen en zal wandelen in Delft. Of in Midden-Delfland. Maar ik vind het gewoon ook heel belangrijk dat je als burgemeester gewoon onder de mensen bent. En dat je niet alleen maar in de stad bent on duty. Hè, want dan durven de mensen je minder aan te spreken. Maar als ik gewoon lekker bij de bakker en de slager sta. Ja, precies. Ja. En dat mensen me daar ook gewoon kunnen zeggen. Hey, burgemeester, nou ik het toch zie. Of als ik lekker op een terras zit. Nou, dan zijn de mensen altijd even wat makkelijker. En dan leggen ze ook makkelijker even de dingen bij je neer. En dat gebeurt als je er gewoon ook woont en leeft. Ja. Jullie wel eens in Delft geweest? Ja, heel vaak eigenlijk. Heel vaak? Ja, heel vaak. Ik vind het een hele leuke stad. Ook met alle pleinen vind ik heel leuk. Ja. En ik vind het heel leuk om er te winkelen. Een goede vriend van mij heeft een winkel daar zitten. Dus daardoor kom ik ook wat vaker. Overal een winkel is daar winkel. Ja, het heet Dinmar. Is een kledingwinkel. Dat heeft hij samen met Jan Dino, Marcel Rocha. Ja. En daar ga ik best wel vaak shoppen. Of dan haal ik wat mee. Ik heb nu trouwens ook wat aan uit de winkel. Heel toevallig. Je wist dat de burgemeester van Delft Delft-kwartiertje. Dus ik kom er eigenlijk best wel vaak. En ik vind een hele... Het is een leuke stad. Heel veel geschiedenis ook. Maar dat vind ik heel leuk. Ik vind het een heel mooie stad. Ik vind het sowieso, dat historische centrum vind ik heel mooi. En ik geef les op de vak af en toe. En het Delft Fringe natuurlijk. Theaterfestival, daar heb ik ook regelmatig gespeeld. Dus ik ben er wel eens. En ik vind het een prachtige stad. En die grachtjes die zijn zo leuk. Dat is een goede beheer. Ik onderschrijf het helemaal. Delft heeft gewoon heel veel kanten. Het heeft en dat hele mooie historische. Maar het heeft natuurlijk ook gewoon de TU met en veel scholen en hoge onderwijsinstellingen. Waar gewoon heel veel gebeurt. Start-ups, jonge mensen die gewoon als ondernemer starten. Eigenlijk ook, wat jullie ook doen, is natuurlijk ook ondernemen. Ja. Dat zien we bij ons in de stad ook. Dus er gebeurt gewoon heel veel. En Delft heeft ook gewoon een hele leuke plek in de regio. Want het is een beetje het hart van de metropoolregio. Ja. Het is nu Den Haag, Rotterdam. Dat werkt met elkaar samen. En Delft ligt daar eigenlijk mooi in het centrum. Dus samen iedereen met moet Delft een keer naar Delft horen. Absoluut. En er gebeurt ook heel veel. Want Delft is op heel veel terreinen de meest gastvrije stad. Dus je bent ook enorm welkom in Delft. Nou, dat is toch helemaal mooi. Je zei net al, ik hou eigenlijk het meest van het lokale bestuur. Maar je hebt natuurlijk ook landelijk gezeten. Zeker. Staatssecretaris geweest. Ja. Je bent minister geweest, zelfs minister in, ik zei het net al, het kabinet Rutte 1. Ja. Onderwijs, cultuur, wetenschap. Dat kabinet zat niet zo lang. Nee. Hoe kijk je daarop terug?
Nou, dat was natuurlijk een pittige tijd. Zeg maar het vervolg van hele stevige hervormingen door Balkenende natuurlijk allereerst. En eigenlijk ook vervolgd en ook met stevige bezuinigingen in Rutte 1. En ja, er is veel gebeurd in die tijd. En als bewindspersoon, als je gewoon heel flink aan bezuinigen bent, dat hakte wel in. Hakte wel in, ja. Maar ik denk heel veel dingen zijn uiteindelijk denk ik toch gewoon goed op zijn pootjes terechtgekomen. Het was een kabinet, hè? Dat was een minderheidskabinet, VVD, CDA, met gedoogsteun van de PVV. Ja. Het viel omdat Wilders uiteindelijk wegliep. Ja. En dat terwijl het CDA heel veel moeite had gehad om überhaupt de beslissing te nemen, zullen we dit wel doen? Zeker. Achteraf gezien, niet moeten doen? Ik denk dat het op zich, want je ziet het nu ook, nu wordt er ook met meerderheden in de Kamer gewerkt, waar natuurlijk ook een PVV vaak een onderdeel van de steun of niet vormt. Voor de partij is het wel heel erg pittig geweest. Ja. En ik denk als je voor de partij kijkt, dat je achteraf gezien moet zeggen dat je dat beter niet had kunnen doen. Nee. Dus advies naar Sybrand Buma, de huidige lijsttrekker van het CDA, niet met de PVV? Nou, die is daar al heel helder in. En zeker na de uitspraken van de afgelopen jaren door Wilders is daar volgens mij geen onduidelijkheid meer over. Daar begint het CDA niet aan. CDA gaat niet meer met de PVV. Dat denk ik niet. Nee. Ja. Welke ervaringen heb je eigenlijk toen opgedaan die je dan nu weer meeneemt als burgemeester? Nou ja, gewoon je algemeen bestuurlijke ervaring, natuurlijk toch het oplossen van problemen. Trouble is your business eigenlijk. Een ambtenaar komt er met een probleem en naar binnen. Je praat er met elkaar over, probeert dingen op te lossen. Iemand gaat weer de deur uit en dan komt weer iemand nieuw binnen. En dat is vaak ook wel weer een probleem. Want dingen die vanzelf lopen, die komen niet zo snel op je bordje. Ja. Dus laat me zeggen, je algemeen bestuurlijke ervaring in het Haagse. Je netwerk, wat je natuurlijk meeneemt, dat is ook heel praktisch. Alhoewel mijn ervaring wel is, aan het netwerk moet je gewoon elke dag werken. Hè, want alles is heel vluchtig. Dus zo zit iemand op een plek en zo is iemand ook weer weg. En dan moet je weer zorgen dat je de opvolger leert kennen. Dus dat is het hele politieke gebeuren. Hè. Met elkaar overleg in de gemeenteraad en de Kamer. Ja, daar zitten veel overeenkomsten in. Ja. Dus al die ervaring neem je mee. Want maar Delft heeft Delft best dus ook wat uitdagingen, zoals zeker dat dan heeft, geloof ik. Hè? Problemen, zeggen normale mensen. Schulden onder andere. Wat ligt er nu op je bord waarvan je denkt, dat moet ik echt als eerste zien aan te pakken? Nou, voor mij is eigenlijk het allerbelangrijkste als burgemeester, je bent ook boegbeeld van de stad, is dat de stad na een periode van heel veel toch wel zorgen en problemen, ook rondom de financiën, eigenlijk gewoon weer zegt van nou mensen, dat hebben we. Die periode ligt nu achter ons. Het is zeker niet makkelijk, maar we zien wel dat we gewoon heel langzamerhand gewoon weer in een flow omhoog komen. En wat je moet zien is dat er gewoon ook heel veel moois in de stad is. Weet je, een stad is uiteindelijk niet alleen maar afhankelijk van de portemonnee van de gemeente. De stad is zoveel meer. De stad is gewoon heel veel initiatief. Hè, van ondernemers, van heel veel cultuur ook. Het is een enorm hoeveelheid aan culturele organisaties, sport, heel actief. Heel veel initiatief ook van mensen die elkaar ontmoeten en het gesprek aan willen gaan over dingen die spelen in de stad, die spelen in de samenleving. Je hebt natuurlijk de TU met al zijn dynamiek, kennis, de ontwikkeling van kennis, de start-ups. Dus er is zoveel om trots op te zijn in Delft. Dat ik eigenlijk als burgemeester het allerbelangrijkste vind om te zorgen dat we gewoon weer zeggen van het is een prachtige stad met heel veel mooie dingen. En misschien met wat weinig euro's op dit moment, maar wel met heel veel kracht en talent. Nou, je kan al horen. Ja. Je gaat er echt helemaal voor. Ja, helemaal mooi. En dat had je eerder al laten weten, namelijk aan de inwoners van Delft. Ja. Dag burgers van Delft. Ik vind het een groot voorrecht dat ik uw burgemeester mag worden. Ik hoop van harte dat ik u in de komende jaren zal ontmoeten, vaak zal ontmoeten, en dat we met elkaar kunnen werken aan een hele mooie stad. Want Delft is een prachtige stad met een prachtig verleden en heel veel kansen voor de toekomst. Voor mij is Delft echt de hoofdprijs. Ja. Dank voor uw vertrouwen. Ja. De hoofdprijs. De hoofdprijs. Ja, dat is helemaal waar. Ik vind het leuker dan het Haagse. En je bent ook nog de eerste vrouwelijke burgemeester van Delft. Maakt dat het nog extra bijzonder? Nou, voor heel veel mensen wel. Ik zelf ben natuurlijk altijd wel gewend geweest in de afgelopen 30 jaar dat je vaak ergens binnenkwam en een van de weinige vrouwen was.
Het is natuurlijk wel grappig. Ja, het is al mooi. Ik bedoel, het is een hele geschiedenis. Toevallig werd ik daarnet even rondgeleid op het oude stadhuis. Bij de markt. En dan zie je zo'n hele rij van burgemeesters hangen. En denk je, oh ja, allemaal kerels. En dan is gewoon een vrouw. Dus dat is wel leuk. En heel veel mensen in de stad vinden het ook gewoon heel leuk. Dus, maar uiteindelijk moet je het gewoon waarmaken door als bestuurder maar en als mens gewoon goed te functioneren. Maar op een dag hang jij daar ook. Ik denk het wel. Dat gaat natuurlijk nog even duren. Ik heb voorganger Bas van Kerk, die is 12 jaar lang burgemeester gebleven. Ja. Heb je al een inschatting? Nou, weet ik niet, dan ben ik 67. Dus dat ben ik best wel heel oud al. Maar, aan de andere kant in deze tijd ben je nog niet zo oud. Maar ik ben hier gewoon benoemd voor 6 jaar. En aan het eind van de periode moeten Delft en ik samen kijken van... gaan we het nog een beetje doorzetten? En dan wacht ik het rustig af. Maar er nu eerst voor de eerste 6 jaar. Liever Delft dan nog een keer minister? Zeker, ja, zeker. Ja, ik vind het lokaal bestuur is heel erg leuk. Ministerschap was ook een voorrecht om te doen. Je maakt zoveel mee en ook het staatssecretariaat. Maar ik vind het heel erg leuk dat ik gewoon weer elke dag... Ik fiets door de stad, ik ontmoet mensen, spreek mensen. Je ziet al die initiatieven en daar word je gewoon echt een blij mens van. Dus nee, ik hou het lokaal. Nou, over blije mensen gesproken. Wat een makkelijke brug was dat. De bodyguard. We hadden het er net al over. Allemaal nummers van Whitney Houston. Je speelt de hoofdrol, maar je speelt niet Whitney Houston. Hè? Nee, heel fijn dat je dat zegt. Ja, maar kun je het kort nog even vertellen waar het verhaal over gaat? Ja, het is eigenlijk gebaseerd op de film The Bodyguard met Whitney Houston en Kevin Costner. Het is ook met de muziek van Whitney Houston, dus ik snap dat het heel verwarrend is. Maar wij spelen de rol, of Romy en ik delen de rol van Rachel Maron. En je weet hoe het verhaal gaat. Popster, grote popster, wordt bedreigd door een stalker. En daarom heeft ze een bodyguard nodig. En het begin is natuurlijk heel veel mot, heel veel ruzie. Ze moet eigenlijk niks van hem hebben. Maar uiteindelijk wordt ze dan gered in de club door hem. En dan denkt ze, oh, dat is toch eigenlijk wel een hele leuke man. En they fall in love. Lekker zo'n zwijmelverhaal, maar dat is ook waar iedereen onwijs van houdt. Stiekem. Wist je al, want Whitney Houston kende je natuurlijk wel al. Rachel, kende je daar ook al iets van? Ik heb de film wel gezien, wel een paar keer voordat ik eraan begon. En Whitney Houston ken ik natuurlijk. Ja. Maar we hebben van de regisseurs heel veel vrijheid gekregen om onze eigen Rachel Maron te maken. En daar ben ik ook onwijs blij mee. Dus ik heb de film gelaten voor wat het is. En ik heb echt mijn eigen rol gecreëerd, in principe. En je zei net al, je deelt de rol met Romy Montero. Ja, klopt. Waarom is dat? Is de rol gewoon te groot voor één? Afgelopen seizoen was ik een alternate. Dat betekent dat je de vaste vervanger bent van de hoofdrol. En ik heb afgelopen jaar onwijs veel gespeeld. En het was bijna een logische stap eigenlijk dat wij samen de rol gingen delen. Ja. Dus dit seizoen zijn wij samen Rachel Maron. Ja. En dan mag je dus als Rachel al die prachtige nummers van Whitney Houston zingen. Ja, klopt. Je zei net al, ik ken eigenlijk niemand die beter kan zingen. Ja, eigenlijk niet. Nee. Hoe is het dan om al die nummers te mogen zingen? Nou, het is, heel mentaal is best wel een zware show eigenlijk. Omdat iedereen de muziek zo goed kent. Je kan niet een avond hebben waarbij je denkt, ik doe die noot even niet. Want iedereen kent die noot en die komt daarvoor. Ja. Dus ik moet dat horen. En ik zal me nooit even vergelijken met Whitney Houston. Want wat ik al zei, ik heb nog niemand gehoord die beter is dan zij. Dus dat geeft heel veel druk elke avond. Het is ook een voorrecht om al die nummers te mogen zingen. Maar het is ook elke avond weer spannend. Ik heb nooit één show gehad waarbij ik dacht, dat doen we even. Nooit. Werk je dan ook elke avond zo echt naar dat moment van I Will Always Love You? Nou, er zijn eigenlijk nog wel andere... Er zijn bijna 15 nummers van Whitney Houston die in het stuk zitten. Dus elke nummer noem ik bijna een bevalling. Want het is, het is heel heftig. Want vroeger kon ik nog net één nummer zingen. En nu zing ik er 15. Yeah. Bijvoorbeeld I Have Nothing. Dat is de finale van de eerste acte. The Greatest Love of All. Dat zijn al zulke heftige, imposante nummers. Mm. En aan het einde zingen we pas I Will Always Love You. Als we al die andere 14 nummers al hebben gezongen. Ja, dus dan ben je al bijna een opluchting als je dan dat nummer mag zingen. En ik vind ook vooral ook de reacties uit het publiek vind ik echt geweldig. Want iedereen kent de nummers zo goed. En dan hoor ik stiekem mensen meezingen. Hebben jullie iets met Whitney Houston? Heel eerlijk gezegd niet. Nee, ik vind I Will Always Love You vind ik een prachtig nummer. En ik wil The Bodyguard echt nog wel gaan zien. Het is me nog niet gelukt, maar ik ben een groot musical fan. Oh, nou. Dus dan moet je hem echt wel kijken. Net als jij, geloof ik. Ja, ik ben ook groot musical fan. Ik heb hem wel al gezien.
Maar ik ga hem zeker dit seizoen nog komen kijken. Ja, hartstikke leuk. Maar jij, heb je Ja, tuurlijk, dat is uit mijn jeugd. Maar ook de Bodyguards. Ik ga eigenlijk nooit naar musicals. Ik kom er eigenlijk niet echt naartoe. Maar toevallig ben ik bij de Bodyguards wel geweest. Omdat ik was voor mijn burgemeesterschap nu directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. En daar hebben we heel veel. Het kinderfonds heeft 15 huizen door heel Nederland vak. Bij ziekenhuizen voor ouders met een ziek kind onder meer. En daar hebben we heel veel vrijwilligers. En iets van 1600. Daar draait die organisatie op. En die nemen we eens in het jaar nemen we die mensen mee. Om ze te bedanken voor wat ze doen. En vorig jaar was de Bodyguards. Kijk. En dat vonden die heel veel vrouwen. En die vonden het echt helemaal geweldig. Heb je meegezongen? Nou, dat wil ik de omgeving niet aan. maar achter mij wel, hè. Want jij vertelde net in de kleedkamer. Ja. Achter mij staan mensen toch te neurien. Want het zijn allemaal hele mooie melodieën. Mensen zijn ook ontroerd. En het is echt mooi. Het is echt een mooie musical. Ja. Van die 15 nummers die je zingt, heb je dan een favoriet? Ja, dat heb ik wel. En dat is All the Men That I Need. All the Men That I Need. Ja, en dat is eigenlijk een nummer wat niet eens zo heel erg bekend is. En niet een van de grootste nummers is van Whitney Houston. Een ballad, maar het is gewoon, het is zo mooi. En wij, we spelen het dan. Ik ben net blijven slapen bij de bodyguard. Dan sta ik op en dan zing ik het heel mooi. En dan gaan we over naar een change set. En dan sta ik in de studio. En dan mag ik helemaal losgaan, vocaal gezien, zeg maar. En dat vind ik geweldig om te doen elke avond. Ja. En jij zegt het is heel erg moeilijk om aan Whitney Houston te tippen, dus ik ga me er niet mee vergelijken. Ja. Maar ik vind dat best kan. Nou, dankjewel. Ja. Nou, zullen wij even luisteren? Als je je ogen dicht doet, dan is het toch gewoon net alsof je... Jawel! Nou, dankjewel. Wat heb je trouwens ontzettend veel haar? Veel, hè? Ja, hè? Waar laat ik het allemaal heen? Nee, wij dragen gewoon onwijs grote pruiken met deze show. Er zit zoveel haar aan. Ik loop bijna zo uit. Zoveel leeftijd. Nee, het is helemaal niet zwaar. Nee. Er zit gewoon heel veel haar aan. Ja, heel mooi. We hebben 4 pruiken. Ja, 2 met heel veel krul en 1 met stijl. Die gaat in allemaal verschillende vormen en staarten en knotjes en dat soort dingen. We hebben een heel team achter natuurlijk die daarbij helpt. Dus heel mooi. Leuk. Ja. Mooi, hè? De musical draait nu iets langer dan een jaar, hè? Ja, klopt. Ja. Blijft het enthousiasme dan in zo'n cast ook wel op hetzelfde niveau? Want ik kan me voorstellen, na de première is het natuurlijk allemaal heel erg spannend. Ja. Maar na een jaar? Nou, het is eigenlijk... Ja, een hele gecompliceerde show eigenlijk. We hebben heel veel led, heel veel techniek, heel veel dans. Het is zo anders. Je moet er altijd bij blijven met deze show. Je kan niet een show hebben dat je denkt, nou, ik heb even geen zin en ik let even niet op, want dan gaat het mis. Dus je moet altijd alert zijn. En nu ook dit seizoen, we gaan nu voor een tweede seizoen gaan we in. En dat is heel speciaal, ook nu vooral in het Beatrix Theater. Het is in 10 jaar volgens mij nog niet gebeurd. Dus we hebben nu ook heel veel wissels in de cast. Sommige mensen gaan verder, gaan andere projecten aan. En daardoor hebben we ook heel veel nieuwe mensen in de cast. En dat zorgt ook voor hele nieuwe energie. Dus dat is wel echt te gek. Ik kan me het ook wel voorstellen dat je dat van 1 iemand heel jammer vindt dat hij dan uit de kast is. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is mijn vriend, die is weg. Maar ik ben heel erg trots op hem, want hij is naar iets bigger and better. En dat is naar Duitsland. In Sister Act heeft hij een rol bemachtigd. Ja, en hoe grappig is dat? Want Sister Act, daar heb jij zelf weer in het Circus Theater in gestaan. Dat klopt, ja. Het is heel leuk, want wij kunnen daardoor heel goed sparren over de show. Want ik ken de show zo goed. We hebben ook bijna 1,5 jaar mee gedraaid. En ik kan hem daar heel goed mee helpen. En soms dan belt hij me wel eens van, kan je me misschien zo en zo helpen? Of hoe zit dat en hoe zit dat? Dus dat is heel erg leuk. Ja, maar hij zit dus in Berlijn. Ja, klopt. En jij staat in Utrecht. Ja, ja. Hoe doe je dat? Niet. Nee. Ja, ik ben gewoon onwijs veel aan het werk. En als ik vrij ben, dan ben ik in Berlijn. Dan ben ik bij hem. Want anders is het heel moeilijk om elkaar te zien. Dus ik probeer een beetje 2-3 keer per maand naar Berlijn te vliegen. Ja, en dan zit je ook nog in de dinnershow? Ja, klopt. Ook nog een dinnershow Pandora. En af en toe nog wat freelance opdrachten erbij als MC. Doe ik ook nog.
Dus ja, het is een hele drukke agenda. Maar ik vind het onwijs leuk om dit te doen. En ik ben ook heel blij. En ik voel me ook heel erg gezegend dat ik dit allemaal mag doen. Dus ik klaag niet. Nee. Is al bekend hoe lang de bodyguard nog draait? Want Aaron wilde graag naartoe. Nou, de kaartverkoop is nu geopend tot en met februari. Maar we hopen natuurlijk dat we wellicht langer door mogen gaan. Maar nog langer natuurlijk, zelfs. Ja, dat lijkt ons helemaal te gek. Dit is zo'n mooie show. Maar dat ligt natuurlijk helemaal af van de kaartverkoop. Maar fingers crossed. Betekent dat ook dat je nu niet bezig bent met wat hierna? Of heb je daar toch wel ook al ideeën over? Ja, daar ben ik wel altijd al mee bezig. Ja, ik ben echt een workaholic. Dus ik ben daar altijd wel mee bezig. Wat is de volgende stap? En ik ben eigenlijk niet echt een musical meisje. Typisch musical meisje. Ik heb wel een opleiding gedaan. Maar ik ben in hart en nieren echt een popzangeres. In principe. Dus vroeger heb ik ook aan eigen nummers gewerkt. En ik ga binnenkort ook weer aan eigen nummers werken. Richting een EP. En dat is iets wat ik heel graag wil. En dan komt er een album uit? Nou, een EP. Dat is eigenlijk een klein album van 5-6 nummers. Is dat ongeveer? Oh, dat is een mini-album. Ja, albums zijn een beetje gedateerd. Ik ben niet zo goed in afkomst. Ja, het is ook een beetje gedateerd. Ja, nee, albums verkopen niet meer zo. Niet zoals vroeger. Nee. Dus dat is een beetje. Het gaat meer echt om singles. Nee. En EP's zijn nu, is nu het album eigenlijk. En daar ga ik keihard mee aan de slag. Oké, dat blijven we in de gaten. En is dat met band of is dat dan solo? Nou, solo, ja. Ja, wauw. Ja, zeker. Wanneer kunnen we dat verwachten? Nou ja, ik ga er nu aan beginnen. En ik hoop volgend jaar iets te kunnen releasen. Qua single, EP, in die richting natuurlijk. Nou, gaaf, we houden je in de gaten. Ja, hartstikke leuk. In de wekelijkse rubriek Bubbels en Borrels is onze vlogger Tom de afgelopen periode bijna niet toegekomen aan Bubbels en Borrels. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen? Maar hij is gaan survivalen. Waarom doet de mens dat? Geen idee. Maar wat hij daar allemaal heeft meegemaakt, dat is de aankomende weken te zien op SBS6. U krijgt nu een voorproefje. De afgelopen periode waren het weinig bubbels en borrels. Ik ben gaan survivalen voor het nieuwe programma Queens of the Jungle bij SBS. Voor jullie alvast wel leuke beelden. Ik heb geurkaas erbij. Nou, dat is leuk, gezellig. Leuk, hè? Die is ruiken. Lekker, dat ruikt echt, dat is echt jij. Iemand die zeker tot de positivo's behoort is Tom. Hij is 26 en werkt als presentator voor Oud TV. Ik ben een glamourpoes, maar ik hou toch ook wel enorm van het volks. Ik ben een Brabo-Bourgondisch, dus ik ben gek op gezelligheid. Een beetje Jordaanese nicht of zo, die later met 20 katten en Dallas Blauw thuis zit. Ga jij een balletje slaan? Ik eet wel een balletje. Oh, jij eet wel een balletje? My love loves going to leave. Ik ben niet echt een doorzetter. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vind het vaak genoeg. Ik denk dat de jungle echt, echt, echt verschrikkelijk gaat worden. Het wordt pure hel, maar ondanks dat heb ik me toch opgegeven. Want als ik dit aan kan, ja, dan kan ik daarna alles aan. Ja. Je gaat de jungle in en je neemt natuurlijk geurkaarsen mee. Dat is buitengewoon logisch. Ja. Hoe het met onze Tom verder gaat, kunt u allemaal zien de aankomende weken. Of hij het gaat volhouden. Woensdagavond Queens in the Jungle op SBS 6. Nou, ik heb er alle vertrouwen in. Zou het iets voor jou zijn, Aaron, zo'n programma? Nee. Oh, nee, vreselijk. Ja? Nou, dan word ik waarschijnlijk ook een soort queen in the jungle. Ja. Nee, het is, ik heb niks je hoorde het net al een beetje met al dat, dat stoer en vies en modder. Ja. En, nee, ik heb er niks mee. Het lijkt me zo'n leuk concept. Cabaretiers in de Rimboe of zo. Ja, het is wel heel goed materiaal natuurlijk. Ja, het zou wel heel theatraal zijn. Ja. Met wie zou je in zo'n programma willen zitten? Als het zou moeten, met wie zou je stel dat je een duo zou moeten vormen? Met welke andere cabaretier? Met welke andere cabaretier? Oh, het lijkt me hysterisch om met Kaandorp samen door de jungle te gaan. Ja, dat lijkt me heel grappig. Ja. Ik voel toch nu al een programma aan. Ja. Ja. Als ze meedoet, dan zit je eraan vast. Ja. Wanneer stond je voor het eerst op podium? Voor het allereerst. Dat zal denk ik de eind musical in groep 8 of zoiets zijn geweest. En daarna op de middelbare school ook nog. En dat was natuurlijk dat klassieke moment van... Ik weet niet of het bij jou ook zo was, maar de eerste keer zo, ja, dit wil ik.
dit is waar ik hoor. Hier ben ik thuis en dit is wat het is voor de rest van mijn leven, zeg maar. Ja. En het is gelukt, gelukkig. Ja. Dus dat was de eerste keer. Ja, ja, nogal gelukt, want je maakte je debuut met de show Keurig Kloten. Ja. Wat vond je moeder van die titel? Mijn moeder vindt altijd heel veel van. Heeft altijd heel erg een mening over deze. Ze is hartstikke trots. Maar ze kan ook altijd heel goed zeggen. Nou, dat liedje. Nou. Zo heb ik je niet opgevoerd. Precies. Nee hoor, maar ze is heel trots. Maar het was een titel. Het was een voorstelling waarin ik dacht. Ik ging op zoek naar het grote geluk. Dat was het idee van de voorstelling. En ik kwam terecht in een soort bizarre spelshow in mijn eigen hoofd. En ik moest allemaal opdrachten uitvoeren en zo. Echt een eerste cabaretprogramma. Ja. Nou, zullen we even kijken? Ja, oh, je hebt er beelden van. Oh, wow. Nou, misschien is iets eigenlijk pas echt een ramp als je er een film over kunt maken. De storm, de hel van 63, de aanslag, oorlogswinter, het bombardement. Die film is eigenlijk de enige film over de oorlog waarbij je hoopt dat de Duitsers winnen. Toch willen wij u vragen of u geïnteresseerd zou zijn om als vrijwillig militair de krijgsmacht te komen versterken. Toen heb ik een brief teruggestuurd. Ik hou niet van bewegen, ik hou niet van modder en groen is niet mijn kleur. Mocht u in de toekomst overwegen om het algemene uniform te veranderen van camouflagekleur naar een leuke Burberry-ruit, dan zal ik mijn beslissing in heroverwegen. Oh, dat is misschien ook nog wel leuk. Een Burberry-ruit de jungle in. Dat is helemaal een mooi. Je ging op zoek naar het grote geluk in die show. Ja. Gevonden? Nou ja, op een bepaalde manier wel. Het is nu mijn nieuwe programma. Gaat over dat ik heel gauw volwassen ben geworden. Ik ben nu 23. En ik heb het. En hier was je 19, hè? Hier was ik 19, denk ik, ja. Ik heb dat hele stuk studeren en zo heb ik overgeslagen. Ik ben meteen na de middelbare school het vak ingegaan. En nu zit ik ineens met een huis en een hond en een verloofde. Achter je, ja. Grote mensen dingen ineens. Ja. En daar gaat dus mijn nieuwe voorstelling een beetje over. Van hoe, het is ineens wel heel erg volwassen en ook met zo'n baan en zo. Dus hoe me daar dan weer staande in te houden. Heb je dan een voorbeeld? Een voorbeeld in het vak? Ja? Ik bedoel, ja, kijk, ik vind Brigitte Kaandorp is wel. Ja, vandaar echt dat je daar ook wel mee die riem wil. Ja, ja, dat, nee, zij is. Ik bewonder haar wel heel erg. Ja, ik vind haar sowieso haar stijl. Zij is natuurlijk ook helemaal niet maatschappelijk geëngageerd. Zij heeft ook gewoon zo die persoonlijke chaos van. En af en toe is een liedje tussendoor en een conferentie over de kind. Ik vind dat een heel. Heel fijne stijl en ik vind dat ze heel intelligent mens vind ik het. En ik vind haar liedjes heel ontroerend. Dus ja, ik ben groot fan van haar. Ja. Ja. En dan hoorden we net van April Aldis, die staat ook eigenlijk elke avond zo'n beetje op het podium. Geldt dat voor jou ook? Ben je echt een theaterbeest? Ja, ik ben wel echt. Het is bij ons sowieso. Mijn vriendin is actrice en theatermaakster. En ze heeft mijn reprise ook geregisseerd. Dus het is bij ons thuis wel 24/7 theater wat de klok slaat, zeg maar. Ja, en het is heel fijn natuurlijk dat wij allebei in het vak zitten. Dus dat we inderdaad ook net als jij en je vriend elkaar heel goed begrijpen. Ja. En dus het is altijd theater. Hoe is dat bij jou thuis, Maya? Het kan niet zo zijn dat je man ook burgemeester is. Nee, maar we hebben elkaar wel. Wij zijn een CDA-huwelijk, de jongerenorganisatie van het CDA. En hij is altijd heel betrokken geweest bij de politiek. Dus ik zit te luisteren en ik herken het helemaal. Mijn man, totdat ik naar Delft ging, was hij gemeenteraadslid in Midden-Delfland. En dus ja, wat er speelt in die politiek, dat is toch altijd heel herkenbaar. En dat zo hectisch is en je s'avonds op de pad bent en niks eigenlijk ooit zeker is in je agenda. Omdat er onverwacht iets doorheen kan komen. Ja, dat is eigenlijk toch voor hem ook gewoon, dat is al heel lang. Toch fijn als je dat begrijpt. Hij begrijpt het. Mooi meegenomen. Ja. Aron, je staat nu op de plank met je nieuwe show met de moed der wanhoop. Ja. Waar gaat die show over? Het is een voorstelling waarin ik. De rode draad van mijn programma is. Ik vertel het verhaal over dat ik
ooit op de een of andere manier met Pegla op de vluchtstrook kwam te staan. En ik had een enorm clownspak aan. En daarmee zat ik heel groot in de berm, in de stortregen op de ANWB te lachen. En je zag eruit als een horrorclown. Een horrorclown, ja precies. Met zo'n enorme grote groene strik en een rood bloemetjes tuinbroek en een neus en een snor. Maar ik had, de context verder waarom ik het aan had. Het was met een voorstelling te maken. Maar dat was zo'n theatraal beeld dat ik dacht, dat is mooi, dat verhaal dat gebruik ik als kapstok voor mijn hele voorstelling. En daaromheen heb ik liedjes en sketches en typetjes gebouwd en conferences over andere situaties waarvan je denkt, hoe dan? En dat is uiteindelijk een voorstelling geworden, ja. En ik heb altijd, want er ben je zoiets aan het maken, en mijn vriendin heeft nu mijn reprise première geregisseerd en zij kan dan heel goed zeggen, ik zie vaak de humor niet eens in van wat ik meemaak. En, dan ben ik een verhaal aan het vertellen. Ja, en dan zegt zij ineens, maar je snapt toch wel dat dit echt een hilarisch verhaal is voor op toneel. Maar daar had ik dan helemaal nog niet bij stilgestaan. En dat is dan vaak uitstekend materiaal. Ja. Ja. Dus van die zoektocht naar je helden ben je nu meer naar die hilarische momenten gegaan. Ja. En heb je ze dan allemaal zelf meegemaakt? 90% van wat ik vertel is waar, ja. En alles wat ik vertel, soms heb ik iets overdreven, heb ik een situatie wel meegemaakt, maar dan zet ik het even lekker aan. maar in principe is alles wel waar, ja. Ja. Hoe vaak maak je een show? In principe speel ik een tournee en het seizoen daarna een reprise en dan daarna weer een nieuw programma. Ja. Dus dit speel ik nu voor het tweede seizoen en dan volgend seizoen weer een nieuwe. En heb je dan een moment rust dat je dat weer opbouwt? Of tijdens dat je bezig bent met de ene show bouw je de andere alweer? Ja, daar is natuurlijk, officieel zeggen ze altijd, dan moet je natuurlijk altijd een notitieboekje op zak hebben, zodat je altijd als je een idee hebt, het op kan schrijven. Nou, dus elke keer als ik langs een boekhandel loop, dan denk ik, ja, nou ga ik een notitieboekje doen. Dus ik heb een stapeltje van 20 onbeschreven notitieboekjes. En je vergeet ze altijd mee te nemen. Je vergeet ze altijd mee te nemen. En uiteindelijk denk ik dan in mei, ja, nou moet ik echt wat gaan doen. Ja. Dan ga ik aan de slag. Hoe lang doe je daarover om een show te schrijven? Ja, dat verschilt nogal. Ik merk dat ik erg goed werk met deadlines. Ja, tijdsdruk, ja. Ja, met tijdsdruk. Dat werkt heel goed. Ja. Dus ik heb nu een globaal idee van mijn volgende voorstelling, waar het ongeveer over moet gaan. En dan in april, mei ga ik eens met mijn vriendin dan kletsen van, nou, zullen we het eens concreet maken? En dan op een gegeven moment in juli, augustus ga ik repeteren en dan in september try-out. En weet je dan ook al wat wel en wat zeker niet werkt? Bijvoorbeeld bij zo'n hilarisch moment. Ik kan me voorstellen dat de ene keer slaat het helemaal aan en de andere keer denken mensen, ja, en dat is altijd iets dat blijft een soort natte vingerwerk. De ene keer, ik denk altijd, ja, maar ik heb best wel een gevoel, als ik denk dit is hilarisch, dan is het ook. En soms is het dat dan ook echt meteen. Maar ja, ik heb het ook wel eens dat ik denk, nou, dit is briljant en het slaat drie avonden achter elkaar dood tijdens de eerste try-out. Dus je denkt, nou, wat is dit? Nou, kut. Allemaal. Kwalitatief uitermate. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk. Maar dat is zo fijn van. Van try-outs. Dat je altijd de mogelijkheid hebt om. Vaak is er dan 50% van mijn originele materiaal blijft en 50%. Maar dus dan verander je nog echt na zo'n try-out. Ja, er komt er echt nog heel veel bij. Wat is dat nou bij alle cabaretiers? Of is het toch vaak van, de show en... Dat verschilt wel bij collega's. Maar over het algemeen zijn we wel met z'n allen volgens mij zo van de try-out periode, daar wordt nog flink wat veranderd. Ja. Want wanneer denk je nou van, die grap moet ik er nu echt uithalen? Want soms kan je een grap net even anders plaatsen die dan weer wel valt. Ja, precies. Waar is dan die grens? Dat je denkt, ja, daar heb ik nou niet echt een standaard regel voor, maar op een gegeven moment als ik echt denk, nou, maar ik vind dit zo leuk en nou werkt het 7 avonden achter elkaar al niet, ja, dan haal ik het er maar uit. En soms komt het dan wel eens voor dat het dan laat in de tour, dat je denkt, oh, potverdorie, hier past het goed. En dan pak je daar en dan denk en dan lachen ze wel. En dan denk je, ja, precies, dit is wat ik al voelde. Ja, maar dan, bedoelde, dan had je net even, moest de volgorde veranderd even worden of zo. Als 90% van wat je vertelt, dat je dat echt zelf hebt meegemaakt, eventueel wat aangedikt zei je net ook, maar dan is het ook heel persoonlijk. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Het is sowieso, het is een programma dat volgens mij echt
echt over, ja, echt over mij gaat. En ook wel over de maatschappij, maar dan meer hoe ik me daarin beweeg, zeg maar. Maar je krijgt wel echt een kijkje in hoe. Maar heb je daar nog een bruggetje voor over moeten gaan? Dat je zegt van, nou, dat was eigenlijk een heel gênant verhaal. De eerste keer dat ik het vertelde, dacht ik, oh. Nee, nou nee, dat is dus het stomme. Dat is vaak, ik voel best wel veel gêne in het dagelijks leven. Mm-hmm. En ik ben één enorme chaot ook en ik vergeet al. Maar op het toneel, dat is dan zo'n moment. Ja, dan is de afspraak tussen maker en publiek is dan, ja, maar hier mag ik dat vertellen of zo. Dat is heel gek, maar dan kan dat gewoon. Dus dan geef ik ook, ja, hier heb je Aaron, doe er maar mee wat je ermee wil doen. Ja. Heb je nou het gevoel tijdens zo'n voorstelling dat je in een rol zit of ben je toch wel echt jezelf? Nee, ik ben toch wel echt mezelf. Ja, ja, dat is een verschil. Nu meer hoor, meer dan in het begin. Want ik ben van nature acteur, muziektheater acteur. Ik ben begonnen ook in een musical. Vertel ik ook een verhaal over. Niet dat maar... ik het verschrikkelijk vind. Zo nee, van, oh, nee, oh, nee. Nee, nee, nee. Oh nee, maar dat is. Oh nee, dat zal ik even uitleggen. Nee. Ik vertel het verhaal in mijn voorstelling dat ik wou. Dat was mijn droom. Ik wou zo graag in een musical. Nou, en die droom kwam uit. En toen zat ik in een interactieve musical voor kleuters. Ja. Dat was ook wel vroeg dat die droom uitkwam. Ja, ja, een bewerking van het boek Rupsje Nooit Genoeg. Nou, dat was ook zo'n situatie. Ik dacht, hoe dan? Maar, maar om terug te komen op je vraag. Nee, dus. Dus je bent gewend om een rol te spelen en toen ik begon met het cabaret, toen nam ik dat wel heel erg mee. Maar dat is zo langzaamaan is dat er afgevallen. En nu heb ik niet het idee dat als ik de coulissen uitkom dat ik denk, oké, nou gaan we die Aaron spelen. Ja. Nee, ik denk gewoon, ik ben ik en ik ga als mezelf het publiek een avond bezorgen. Voor de meeste cabaretiers is de grote droom natuurlijk een oudjaarsconferentie. Ja. Is dat voor jou ook? Nou, nog niet. Nog niet. Ik heb het natuurlijk ooit, ja, als de VARA het over 15 jaar vraagt, dan natuurlijk heel graag. Als die nog bestaat tegen die tijd. Ja, maar misschien had iemand anders het wel vragen. Ja. Maar wanneer zou dat mooi zijn? Is dat iets om naartoe te werken? Dat is misschien wel iets waar ik wat ik ooit heel erg tof zou gaan vinden. Maar daar durf ik nog niet van te dromen eigenlijk. Ah, je moet altijd dromen. Ja. Dat is ook zo. Dus nou Frits, we gaan ervoor. Zo is het. Hoppakee. Afgesproken. Ah, dan gaan we naar de allerlaatste vraag. Die is elke week hetzelfde en die is voor iedereen hetzelfde. Dat is namelijk de vraag, wat staat er voor aankomende week in je agenda? Iets waar je naar uitkijkt, iets wat er zeker niet uit mag. Marja. Nou, ik heb heel veel weken, want ik zit in 100 dagen inwerktijd, of eigenlijk kennismakingstijd. Dus het is buitengewoon intensief. Eigenlijk van een uur of 6 sta je heel vroeg op tot 11. Dus volgende week is het, komende week is het echt gewoon even rustig, want het is reces. Ja. En dus betekent geen vergaderingen, geen raad, geen commissie. Het is ook een beetje rustiger op het gemeentehuis. Dus ik denk dat ik zelf ook een beetje rustiger aan ga doen. Mijn agenda ziet er in ieder geval best wel rustig uit. Ik ga ook een kies trekken halverwege de week. Dat ga je later doen of dat ga je zelf doen? Dat ga ik later doen. Dat moet gebeuren. Ik heb het heel tijd uitgesteld. Okay, ja. Dus moet het toch voorkomen. Dat is ook zo'n lekker rustig weekje om even ellendig te zijn. En ik ga misschien nog wel eventjes ertussenuit met mijn man. Ik weet het niet. Maar het wordt een... ik heb natuurlijk een aantal afspraken. Ik heb nog een 65-jarige huwelijk. Ja. Ook een van de leuke dingen. Dus ik heb genoeg te doen, maar toch een tikje rustiger. Binnen al het hollen even is rustig. Zeker. Nou, je hebt gelijk. April. Ja. Ik spring zo meteen het vliegtuig in, want ik ga naar de première van mijn vriend. In Berlijn. In Berlijn, oh, ja. Sister Act. Ja. Dus daar kijk ik onwijs naar uit. Dus heel spannend allemaal. En dan blijf ik nog even een paar dagjes hangen in Berlijn. Ik wou net zeggen, kan je nog even genieten van Berlijn? Ja, zeker. Ja. En dan blijf ik daar tot donderdag en dan spring ik weer uit het vliegtuig zo naar Beatrix Theater. En dan heb ik 4 shows volgende week bij Bodyguard. Hartstikke idee. Ja. Ja. Nou, veel plezier alvast. Aaron, wat staat bij jou in de agenda? Ik heb heerlijk lekker een beetje een rustige week. Want ik heb de afgelopen weken heel veel en naar Zwolle en naar Tilburg. En het is allemaal heel veel geweest. En komende week, ik ben vrijdag in Spijkenisse. Ja. Dat is natuurlijk om de hoek. Ja. Zijn er nog kaarten? Ja, er zijn nog kaarten. En verder ben ik aan het repeteren nog. Voor ik ben ook acteur bij Theater Groep Mangrove. En daar zijn we aan het repeteren. En verder ga ik ook gewoon even een paar dagen lekker even niks doen. Nou, dus je hebt wel geld gelijk. Wat een goed voordeel. Met de moed der wanhoop vrijdag dus in Spijkenisse. Ja. En ik ga maandagavond naar de advisory board van de SMA. Dat is de beroepsvereniging voor sales professionals. En donderdag ga ik met Team Frits eten bij Hanting in Den Haag. En dat is niet zo meer, maar
Maar daarover later meer. Volgende week, dan ben ik weer hier. Dan bij mij aan tafel. Kleinkunstzangeres Anne van Veen. Ja, die is van dat liedje. Anne. Ja. Journalist André Hogeboom. Hij schreef een boek over coureur Max Verstappen. En ook dan weer een cabaretier aan tafel. Namelijk Peter van Ewijk van cabaret duo Lankmoed. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website. En u kunt ons de hele week volgen. Zeker als je tijd hebt. Op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram. Graag tot volgende week. Dag.